We zijn hier bij het Congres van Adformatie over content marketing en storytelling. We zijn met een heel aantal vakgenoten bij elkaar gekomen in Kamerik om te praten over ons vakgebied en waar het nou precies staat en waar het naartoe zou moeten. Wat mij vandaag hier naartoe heeft gebracht is, we zijn heel veel bezig met content, maar dat moet allemaal gestructureerd worden. Er is een strategie achter en vandaag probeer ik eigenlijk inspiratie op te doen om te kijken hoe gaan we die verhalen uit het bedrijf halen, hoe gaan we dat structureren en naar buiten brengen om mooie verhalen te vertellen. Waarom ik hier gekomen ben, omdat ik toch gewoon meer wil weten over wat nou raakt in een verhaal en hoe je dat goed en beter strategischer kan inzetten. Ik denk dat het heel goed zou zijn als de twee hoofddisciplines waarmee je aan marketing- en communicatiecampagnes bouwt, dat die twee naar elkaar toe groeien en leren werken vanuit één idee. Op het moment dat je echt gaat bouwen aan een goede serie, en dat kan in tekst, beeld en geluid, maakt eigenlijk niet zoveel uit, dan kun je het op een langere termijn doorbouwen aan het creëren van jouw eigen publiek. En dat is echt ontzettend veel waard in content marketing. Heb je je eigen publiek, dan kun je daar ook je marketingdoelen op richten.